Hi, ik ben Lilian, 37 jaar en ik woon in dit leuke appartement in Utrecht. Ik wil jullie heel graag meenemen op een heel persoonlijk, bijzonder en vooral spannend avontuur. Ik heb namelijk de keuze gemaakt om alleenstaand moeder te worden. Ik wil jullie heel graag meenemen op mijn reis ernaartoe en pogingen om zwanger te raken, afspraken, mijn gedachten, mijn angsten, gesprekken met vriendinnen. En ik denk dat mijn verhaal inspirerend kan zijn voor veel andere vrouwen in mijn leeftijd die net als ik een hele grote kinderwens hebben. Ik moet best zeggen dat het moment dat ik ervoor heb gekozen om het alleen te gaan doen, geeft ook wel een soort van rust, weet je. Het is heel spannend, maar als je toch op zoek bent naar iets wat niet komt, dan, dan kan je gewoon beter het heft in eigen handen nemen. Ik had alleen zelf nooit gedacht als klein meisje dat ik op deze leeftijd nog alleen zou zijn en in een huurhuis zou wonen en überhaupt niet dat ik alleen moeder zou gaan worden. Mocht het allemaal gaan lukken natuurlijk, want dat is ook nog de vraag. Mijn arts heeft mij doorverwezen naar een hele fijne, goede kliniek in Leiderdorp. Dat is niet bepaald om de hoek, maar ik ben er echt heel erg tevreden over. Het heet Medisch Centrum Kinderwens. Nou, we hebben nu afgesproken dat we gaan kijken wanneer ik weer ongesteld word. En op dat moment dat ik ongesteld word, dan ga ik contact opnemen met de kliniek. Dan plannen zij voor mij een echo in, dus redelijk in het begin van mijn cyclus. En dan gaan ze kijken of er, hoe het eruit ziet. Volgens mij of er een eitje klaar ligt. En dan kan het zijn dat ik te vroeg ben. Dat is niet erg. Dan ga ik gewoon weer naar huis. En dan kom ik over een paar dagen weer terug. En, want anders moet je natuurlijk een maand wachten. En dat, dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil echt heel graag nu ook beginnen. Ik heb mijn donor gevonden via de European Sperm Bank. Dus ik heb heel bewust voor gekozen om daar mijn zaad vandaan te halen. Ik wil gewoon de volledige zorg dragen voor het kindje. Ik heb uiteraard wel alle opties overwogen. Ik heb gekeken of er nog een goede vriend was in mijn netwerk die misschien zijn zaad wilde doneren. Of misschien met een homostel dat zou willen doen. Maar ik ben gewoon heel erg op mijn gevoel afgegaan en dit is gewoon hoe ik het zou willen. Wat nog meer? Ik weet eigenlijk nu ook even niet zo goed hoe het lopen gaat. Dus ik hoop dat ik een klein beetje over mezelf heb kunnen vertellen. En dat ik jullie de volgende keer weer wat andere leuke nieuwtjes kan vertellen. Of wie weet, is het dan al zover? Spannend. Stay tuned. Maar ik heb bericht dat mijn zaad in Nederland is. Dan ben ik ingepland bij de kliniek. En dan krijg ik die echo en hopelijk ook is de inseminatie. Eindelijk. Het zit erop. Sterker nog, het zit erin. Als ik de app moet geloven, dan ben ik vandaag 2 dagen over tijd.